Hallo allemaal, ik ben Daan Huizing. Leuk dat je kijkt. Ik neem jullie mee in een stukje chippen. We beginnen met de basis. Daarna neem ik jullie mee in een stukje course management. Hoe kom ik tot een beslissing? En we eindigen downhill in de rough met een lobshot over de bunker. Waar ik van A tot Z uitleg hoe je dat moet doen. Oké, allereerst gaan we beginnen bij de technische basis van de chip. He, om goede shots te kunnen spelen moet die technische basis in orde zijn. En een van de allerbelangrijkste dingen die ik bij mezelf altijd zie, maar ook bij veel amateurs, is balpositie. Balpositie in short game, of het nou chippen of bunker of wat dan ook is, wordt altijd ten opzichte van het borstbeen gemeten. Dus niet ten opzichte van je stand. Borstbeen bepaalt het low point van je swing. Dus als ik mijn voeten zo neerzet, is mijn balpositie nog steeds hetzelfde. Als ik mijn voeten zo neerzet, ook. Dus het maakt mij ook niet zoveel uit hoe je je voeten neerzet, als die balpositie ten opzichte van je borstbeen maar klopt. Je wil hem net links van het borstbeen hebben. En dat is het ideale low point dat je eerst de bal raakt en dan het gras. Nou, vanuit daar is het eigenlijk heel simpel. De club iets korter vastpakken. Stabiel onderin. En wat ik wil voelen is al mijn aandacht hier in het clubhoofd. Dus bezig zijn met oké, de energie naar achter toe in dat clubhoofd. En voelen hoe ik zeg maar down en in de bal kom. Dus nadat ik mijn stand heb ingenomen, ben ik bezig met hier stabiel, maar al mijn aandacht in dat clubhoofd en dan de zwaai maken. Dus dat is voor mij de basis van het chippen. Balpositie, het allerbelangrijkste. En vanuit daar stabiel in je onderlichaam en alle energie, alle aandacht in het clubhoofd om de zwaai te maken. Wil je nou ten opzichte van die basis die we net hebben besproken een kleine variatie toevoegen in je chip, dan is het altijd heel belangrijk om van het uiteinde van de club uit te gaan. Die dicteert eigenlijk welke loft er op de club zit. Dus uiteinde bij je gulp is zeg maar de neutrale uitgangspositie met gecombineerd die balpositie net links van het borstbeen. Wil je nou een iets lager shot, dan breng je het butt-end ietsje naar voren en omhoog. Dus niet alleen maar daar naartoe, maar een klein beetje daar naartoe. En dan pas je jezelf aan de shaft. Uiteraard gaat daardoor die bal ietsjes mee naar achter toe. Hierdoor krijg je dus een lager shot. Wil je nou een iets hoger shot hebben, dan terug naar neutraal. Ietsje naar achter. Pas je aan de shaft. En wat je dan krijgt is dezelfde arc in het shot, maar net met ietsje meer loft, waardoor die net iets hoger gaat. En op die manier kun je dus vanuit dit punt variëren. En dus variëren in je vlucht en je uitrol. Oké, we zijn hier randje green. Een redelijke standaard situatie met aardig wat green om mee te werken. En ik wil jullie meenemen in het hele proces. Hoe kom je nou tot een keuze van een schot en een club rondom de green? Redelijk standaard ligging hier op de fairway. Maar wel omdat het hier in de warmte, ander klimaat, heb je met een ander gras te maken. Wat ook kan leiden tot een andere schotkeuze. Het eerste waar je naar kijkt is de ligging. Hoe ligt die bal? Het tweede waar je naar kijkt, hoeveel green heb je om mee te werken? En wat ik zelf vaak doe, is dat ik helemaal hier eigenlijk naar de zijkant ga. Hier in het midden ga staan. En vanaf de zijkant probeert ze een soort shot tracer te creëren. Dat je echt die vlucht van die bal ziet en de uitrol visualiseert. Je kan het ook doen terug vanaf de hole. Dat je juist probeert in te beelden van oké, hoeveel kan die bal rollen hier op de green? En hoeveel kan die vliegen? Nou ja, nogmaals, we hebben hier vrij veel green om mee te werken.
Maar als je naar mij kijkt op toernooien, dan zie je me eigenlijk dit soort schoten. Of nou fairways of rough. Zie je me altijd daar vanaf de zijkant bekijken en een beeld van het schot creëren. Nou, en het derde punt wat je ook nog mee kan nemen is persoonlijke voorkeur. He, speel je liever laag met rol of hoger en haal je bijvoorbeeld hier de sloop er een beetje uit. Dus ik heb hier vier clubs. Mijn lob wedge, mijn sand wedge, mijn gap wedge en een ijzer 9 voor een chip and run. Vier ballen en hier is er genoeg green om mee te werken dat ik ook met alle vier de clubs een bal kan slaan. Wat heel belangrijk is met kort spel is eigenlijk het uiteinde van de club. Waar dat zit bepaalt heel erg hoe de club wat voor loft die krijgt. En ook hoe de zool van de club wordt gebruikt. Dus wat je heel vaak ziet bij mensen is dat ze dit te ver naar voren drukken. En daardoor komt zeg maar te veel die scherpe kant van de club in play. En heb je dus risico om zeg maar te diep de grond in te gaan. Dus waar je eigenlijk altijd op wil letten voor een standaard shot, is dit gewoon mooi neutraal bij je gulp houden. En dat zorgt ervoor dat de club ook werkt op de manier hoe die is ontworpen. Dus voor een standaard shot, uiteinde hier bij je gulp. En dan de loft het werk laten doen. Nou, je ziet aardig ruimte kort. Niet de ideale keuze. Ook weer de grassoort op de green. Die ervoor zorgt dat met die lob wedge dat die extra bite heeft. Waardoor het gewoon heel moeilijk is om met die lob wedge hier dichtbij te komen. Je kan ervoor kiezen om dan een andere club met minder loft te pakken. Of juist bij je lob wedge te blijven. En dat butt, ja, dit noemen ze het butt end van de club. Om die ietsje naar voren en ietsje naar boven te doen. Dat zorgt ervoor dat de club ietsje sluit en iets meer op zijn teen komt. Waardoor je al meer een natuurlijke voorwaartse actie op de bal krijgt. Dus vanuit neutraal. Ietsje naar voren en ietsje naar boven. Dus toe in noemen we dat. Teen naar binnen. En een klein beetje die loft. En dan komt hij er al lager uit met meer uitrol. Nou, die rolt dan meer door. Komt dan makkelijker dicht bij de pin. En doordat je lichte tegenstrijdigheid, net dat ik zei bij de meeste amateurs, oppassen dat het niet te veel hier naartoe gaat. Maar naar voren en laag, dat zorgt er juist voor dat je echt gaat graven. En naar voren en omhoog met dat butt end, dat zorgt ervoor dat de swingbaan juist iets vlakker wordt. En dat je dus niet gaat graven in de grond. In een wedstrijd zou ik zelf, als ik zeg maar zoveel green heb om mee te werken, zou ik voor mijn gap wedge kiezen. Omdat ik daar dus niet, daar hoef ik niet mee te manipuleren zeg maar. Daar kan ik hem gewoon standaard spelen. En de visualisatie daar van de zijkant, die neem ik eigenlijk mee naar hier. Dat ik alleen maar nog denk over het landingspunt. Dus ik heb gezien waar wil ik hem landen. En dat gevoel dat koppel je eigenlijk op een onbewuste manier aan je swing. Dus niet te veel nadenken van hoe ver moet ik naar achter. Nee, gewoon hup. Kijk naar je landingspunt. En je intuïtie het later overnemen. Niet te veel nadenken over hoe hard moet je iets doen? Als ik zo'n bal naar je toe gooi, die gooi ook altijd goed. Weet je? Dus als je sportief aangelegd bent, dan zit dat er wel in. En dan
hup, dan gooi je zo die bal over 10 of 15 of 20 meter. Daar denk je niet over na. Binnen een split second weet je hoe hard je die bal moet gooien. Nou, zo zie ik het met short game eigenlijk ook. Dus het belangrijkste, visualiseer heel duidelijk. Pak je landingspunt. En vanaf hier kijk je eigenlijk alleen nog maar naar dat landingspunt. En zodra je ogen terug zijn, hup, gelijk. Pull the trigger. Nou, en die laatste chips die zijn dus mooi intuïtief. En die liggen ook mooi bij de hole. We waren net naast de green in een standaard situatie. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je een keer een slechte approach hebt en hier echt in de problemen ligt. Naast de bunker, weinig green om mee te werken. En ook nog een downhill ligging. Gelukkig is daar een oplossing voor. En ik ga jullie even meenemen wat ik hier precies doe. Stap 1 is weer de ligging. De ligging die dicteert eigenlijk alles. Dit gras hier in het warmere klimaat is een beetje fluffy. Er zit wat lucht in. Dus ten eerste moet je kijken van ligt die bal boven op het gras. Of ligt die bal echt zeg maar in het gras. Als die bal er een beetje bovenop ligt. Wat je soms in de zomer in Nederland ook wel eens kunt hebben. Dan moet je zorgen dat je hem een beetje eraf pikt. Als hij er wat dieper in ligt. Dan wil je al je... Ja, wat meer de heel gebruiken en natuurlijk wat steiler inkomen om er goed onder te komen. Heel belangrijk met die downslope is je setup. Je setup is echt koning voor dit soort schoten. Dus als we een plat vlak hebben, zoals net, hè, dan heb je gewoon je knieën, je heupen en je schouders. En die wil je eigenlijk nu matchen aan de... stelheid van de helling. Dus draai die linkervoet ietsjes open, zodat je zeg maar met de helling mee kan zakken in je linkerknie. Balpositie is met korte spel altijd ten opzichte van het borstbeen. Nou, als je dus gaat zakken in links, dan wil je zorgen dat die bal niet rechts van je borstbeen gaat komen. Dus voor jouw gevoel moet je hem extra veel links leggen. En dan zak je een beetje met de helling mee, zodat die bal nog steeds links van je borstbeen ligt. Een andere goede oefening, ga maar eens op één been staan. En dan een juiste balpositie aannemen, dat je in balans kan zijn. Dan is het eigenlijk goed. Dan zet je je rechtervoet neer en je linker terug in positie. Dan kan je balpositie bijna nooit missen. Match je knieën, je heupen en je schouders aan de sloop. Dat zorgt ervoor dat je nog steeds down slaat ten opzichte van de sloop. Ja, en dan natuurlijk voldoende loft geven met je lob wedge. En zorgen dat je met de helling mee naar beneden toe zwaait. En dan zul je altijd nog genoeg hoogte krijgen. Nou, en die landt op de green en is bijna in de hole. Setup is koning. En als je dat goed doet en de loft goed op de club houdt. En met de helling meezwaait. Ga niet helpen om omhoog te krijgen uit die rough. Gewoon met de helling mee. Laat de loft het werk doen. En dan komt het wel goed uit dit soort liggingen. Nou, dat was hem voor chippen. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Het allerbelangrijkste is natuurlijk om die basis goed neer te zetten. Aan het einde hebben we ook die sloop gezien. Dus neem dezelfde basis die je op plat hebt. Neem dat mee naar een sloop. Setup in orde is gewoon absoluut nummer 1 belangrijk. En dan komt de rest wel goed. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Als jullie nou meer van deze video's willen zien, blijf golf.nl volgen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.